Goeiedag, we zijn de VVE Bijsterveld, een complex van 39 appartementen. Wij zijn op het spoor gezet om ook een begin te maken met verduurzamen. En daar zijn we nu mee bezig. De energiebesparende maatregelen die in het verleden zijn genomen, dat is het aanbrengen van dubbel glas. En iedereen die kon daar naar eigen believen in meedoen. 4 jaar geleden, het gebouw was toe aan een nieuwe stookinstallatie. Die was inmiddels 40 jaar oud. Toen deed de gelegenheid zich voor om ons aan te gaan sluiten op warmtenet. En vanaf november 2016 onttrekken wij onze warmte van warmtenet. De volgende energiebezuinigende maatregelen die wij in de planning hebben, dat is allereerst het isoleren van de totale schil van het gebouw. Dus we willen als prioriteit zorgen dat alle energie zoveel mogelijk in het gebouw blijft. Voordat we gaan denken over andere vormen van energie, zoals zonnepanelen of meedoen met de windmolen. Om te isoleren willen wij kijken hoe we de muren, de kopgevels gaan isoleren. De gevels langs de galerijen en de terrassen. En vervolgens de leidingen in de kruipruimte, die gaan we isoleren. Dus de schil als totaliteit. Wij staan nu in de kinderschoenen van verduurzamen. En wij zoeken ook samenwerking met andere VVE's. Dus ik denk eerder dat het een uitwisseling van gegevens en informatie zal zijn en dat we elkaar kunnen helpen in veel opzichten.